Hallo, welkom bij It Might Get Messy, de podcast over mentale gezondheid, spiritualiteit en zelfliefde. Ik zou zeggen, neem eventjes tijd voor jezelf en join me in mijn healing journey. Welkom vanuit mijn villa in Bali. I know, it is crazy. Ik heb hier een villa gehuurd voor maar 50 euro per nacht. Echt crazy. En dit is mijn privé zwembad en mijn dingetje. Voor de mensen die aan het luisteren zijn op Spotify, ik heb dus een hele zwembad met een heel soort van zonnebed erachter en I am wow. Ik voel me zo relaxed hier en helemaal klaar om een nieuwe aflevering op te nemen na 2 maanden eventjes opnieuw stil te hebben gelegen. Eerst en vooral zou ik zeggen sorry dat ik even niks meer heb gepost, maar ik heb ondertussen geleerd dat je geen sorry mocht zeggen, maar wel dank u. Dus dank u wel om opnieuw te kijken, ook al had ik eventjes een break. Mijn vorige aflevering heb ik gepost 13 november om precies te zijn, dus exact 2 maanden geleden. En dat was eigenlijk de eerste of de tweede week dat ik in Thailand was, hier in het buitenland. En ik was eigenlijk me nog heel veel aan het struggelen, obviously, want mensen denken je koopt een vlucht en voilà. Het probleem is opgelost, wel, it's not. En dan pas is eigenlijk echt mijn healing journey begonnen. Dus ik heb eigenlijk de afgelopen 2 maanden ontzettend hard gewerkt aan mijn mentale gezondheid. Ik heb heel veel nieuwe inzichten gekregen en ik was nog niet klaar om ze te delen, omdat ik zelf nog heel erg was aan het werken hieraan. Misschien merkt je het ook, maar tegenover mijn vorige afleveringen ben ik veel rustiger. Ik praat ook veel rustiger en dat zou ik eigenlijk graag willen, ja, een soort van rebrand doen in mijn podcast. Ik heb hiervoor ook even gemediteerd, helemaal tot mezelf gekomen, rustgevende muziek geluisterd, zodat ik eigenlijk de rust en het licht tot bij u kan brengen en dat jij in de chaos van het leven deze podcast even kunt luisteren om zelf tot rust te komen, om nieuwe inzichten te kunnen krijgen. Dus dit is de nieuwe It Might Get Messy die veel minder chaotisch is. Zoals ik zei, heb ik de afgelopen 2 maanden ontzettend hard gewerkt aan mijn mentale gezondheid. En er zijn bepaalde dingen die ik nu niet meer doe en die ik nu wel meer doe, die mij heel erg helpen in mijn healing journey. En deze aflevering zou ik het met jullie willen hebben over de dingen die ik niet meer doe, die mij heel erg hebben geholpen met het verbeteren van mijn mentale gezondheid. Oh, en trouwens, ik was het even vergeten, maar ik wens jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar. Ik wens jullie heel veel geluk, liefde, warmte, gezondheid toe in 2024. En ik hoop oprecht dat uw dromen en mijn dromen dit jaar mogen uitkomen. Het is ondertussen midden januari en de eerste 2 weken van het jaar waren eigenlijk echt al crazy voor mij en waar ik super dankbaar voor ben. Ten eerste heb ik ontzettend veel nieuwe inzichten gekregen op mentaal vlak. Ik ben gaan zwemmen met dolfijnen, wat eigenlijk niet zo fijn was, maar I'll post a TikTok about it. Maar het feit dat ik mijn angsten heb overwonnen om dat wel te doen, want ik heb echt een grote angst voor in de zee te gaan en I did it. Dus daarvoor ben ik al super blij dat ik mijn angsten onder ogen heb gekomen in de eerste 2 weken van dit jaar al. En ik heb ook een eerste samenwerking gehad met een hotel hier in Bali. En dat was echt een van mijn grootste dromen die uit is gekomen. Dus ik ga niks jinxen, maar voorlopig is het nieuwe jaar echt al super nice voor mij. Ik zou zeggen, laat zeker weten in de comments hoe uw jaar is gestart. En of je al dingen hebt gedaan. Was het goed, was het slecht? Let me know of stuur mij een DM, want ik hou ervan om met u te connecten en erover te praten. Alright, laten we het hebben over de dingen die ik niet meer doe voor mijn mentale gezondheid. Eerst en vooral ga ik niet meer in interactie met mensen die niet goed zijn voor mijn mentale gezondheid. Mensen die heel toxisch zijn voor mij, waarbij de relatie niet in balans is. En de ene persoon veel meer neemt en minder geeft dan ik. Als ik merk dat er een relatie, en al is dat familie, vrienden, maakt niet uit, eender wie, als ik merk dat de relatie niet meer in balans is, dan engage ik ook gewoon niet meer in die relatie.
En of course ga ik eerst mijn best doen om dat nog te uiten. Want of course, soms hebben mensen dat niet door. Dus ik ga zeker eerst in interactie met die persoon. En ik ga zeker mijn noden en mijn grenzen aangeven. Maar als er dan opnieuw en opnieuw over mijn grenzen gegaan wordt, dan stopt het daar voor mij. En dan ga ik daar ook geen energie meer in steken. En dat kan... Heel veel mensen durven dat niet, omdat dat heel eenzaam is. En dat is ook zo. Ik bedoel, ik heb heel veel mensen verloren de afgelopen maanden. En in het begin voelde dat heel eenzaam. Maar ik merk nu dat ik er echt van verlost ben, van die energie, van die negativiteit, dat dat mij heel goed doet. Dat ik mij mentaal zoveel beter voel. En dat ik ook veel voorzichtiger ben bij nieuwe mensen die ik ontmoet. Omdat ik zeker wil zijn dat die nieuwe mensen mijn energie ook niet gaan stelen of ook weer heel toxiek gaan zijn. En dat is eenzaam, maar ik ben liever meer alleen. Ik heb liever minder vrienden en minder familie dan dat ik nog engage met negatieve mensen die eigenlijk niks bijdragen en eigenlijk mij alleen maar naar beneden halen. Dat is iets wat ik de afgelopen maanden heel erg heb gedaan. En ik merk gewoon dat dat mij heel, heel erg geholpen heeft. Het tweede ding dat ik niet meer doe, of toch veel minder voor mijn mentale gezondheid, is alcohol drinken. En I know, jullie gaan allemaal zeggen... Of nee, niet jullie allemaal. Ik weet dat er sommige mensen dat misschien ook al minder doen of er volledig mee zijn gestopt. Ik bedoel, er zijn ook heel veel mensen die nu niet meer drinken. Ik bedoel, Evi Hansen bijvoorbeeld heeft daar ook een heel groot voorbeeld in gegeven. En ik denk oprecht, ik heb haar verhaal ook geluisterd. En het is iets waar ik altijd een beetje tegenop zag. Ik had een probleem. Ik had een beetje een probleem, omdat... sinds heel het gebeuren met mijn mama, sinds ik eigenlijk wist dat mijn mama ziek was, heb ik heel erg gesnakt naar alcohol, omdat dat iets was dat mij instant rustiger maakte. En dat wil niet zeggen dat ik elke dag een fles wijn dronk, helemaal niet. Maar vanaf dat ik merkte dat ik mij onrustig voelde en mij slecht voelde, dan pakte ik al snel een glaasje wijn. Ook al was dat maar één glaasje, maar het feit dat je het nodig hebt, wil zeggen dat je verslaafd bent. En dus dat werd een probleem. Maar ik zag dat op dat moment als enige uitweg om mij beter te voelen. Ik had ook niet echt veel andere dingen om mij beter te voelen. En dat was tijdelijk, maar op dat moment hielp mij dat. Ik heb eigenlijk blijven doen totdat ik hier ben gekomen. Heb ik heel regelmatig wijn gedronken. En niet omdat ik het lekker vind, dat is een andere reden. Ik hou van wijn, ik hou van de smaak van wijn. En ik hou ervan om wijn te drinken bij mijn eten. Dus dat doe ik soms nog steeds veel minder, maar soms nog steeds. Maar ik doe het niet omdat ik rustig wil worden. Ik doe het niet omdat ik me mentaal slecht voel en om mij... beter te voelen, zeg maar. Dat doe ik niet meer en dat deed ik hiervoor wel. Nu ja, na het verhaal van Evi Hansen te horen en na nog wat research te doen, was het wel duidelijk dat alcohol mij heel angstig maakte op lange termijn. Mij veel ongelukkiger maakte en eigenlijk enkel maar bijdroeg aan mijn mentale problemen. Dus toen ik hier was, ik denk 2 of 3 weken... nadat ik hier ben aangekomen, heb ik mij voorgenomen om 21 dagen geen alcohol meer te drinken. Nu, I gotta tell you, dat is hier kei makkelijk, want alcohol is hier mega duur. Dus als je geld wilt besparen en je wilt instant van je alcoholverslaving vanaf, kom gewoon naar Zuidoost-Azië. Een glas wijn kost hier gemiddeld 6 euro. Een fles wijn kost hier minimum 12 euro. Dus... dat is al een goede reden, right, om te stoppen. En het duurt, het is wetenschappelijk bewezen dat het 21 dagen duurt voordat je van een verslaving vanaf geraakt en voordat je een nieuwe routine hebt opgebouwd. Dus ik dacht, oké, ik moet niet eens een hele dry January doen, wat veel mensen nu doen. Maar ik ga gewoon 21 dagen stoppen. Want eerlijk gezegd, voor mij was dat al een heel grote opdracht. Omdat ik echt van die stof afhing om mij rustiger te maken. Ik dacht, oké, ik heb zo'n appje gedownload om dat bij te houden. Niet dat die app veel gedaan heeft, maar het was gewoon mentaal. Ik heb dat bijgehouden en ik merk echt, na die 21 dagen, ik heb dat dan volgehouden. Dat was in het begin heel moeilijk. I'm not gonna lie, het was heel moeilijk. Na die 21 dagen was ik zo van, oké, nu mag ik terug drinken. En plots had ik daar geen nood meer aan. Ik wou het wel, omdat ik het lekker vond. Af en toe, bijvoorbeeld met kerstmis of oudjaar, of course. Maar voor de rest was ik perfectly fine met water bij mijn eten.
had ik daar niet de nood aan en had ik eigenlijk andere dingen in mijn leven geïmplementeerd om mij rustiger te maken en om dat effect te krijgen dat ik kreeg van alcohol, waar dat veel gezonder was en eigenlijk op een lange termijn mij veel beter helpt. Nu dat ik ondertussen 1,5 maand ben gestopt met zo te drinken, zoals ik zeg, ik denk dat ik nog 3 of 4 dagen in totaal op 2 maanden, allez, of op 1,5 maand, heb gedronken en dat is het. En ik merk heel erg dat ik veel minder angstig ben. Ik ben ook veel minder aan het overthinken. Ik kan veel sneller dingen loslaten. En ja, zoals ik zeg, ik ga veel sneller ook opmerken wanneer ik mij onrustig voel. En heel veel sneller mij focussen op mijn ademhaling. Mij focussen, mij even apart zetten om te mediteren. En zo'n dingen gebruiken om mij rustiger te maken. Wat mij eigenlijk alleen maar meer leert dan altijd opnieuw een glas wijn te moeten nemen. Dus ik weet het, dat klinkt super zweverig of oh my god, je moet echt stoppen met alcohol drinken. En het klinkt ook heel moeilijk voor de mensen die dat vaak doen en zoals ik er wel een beetje aan vasthingen. Maar ik zeg het, geef jezelf gewoon 21 dagen. Dat is het enige wat je moet doen. 21 dagen. Als je nu een zware verslaving hebt, please zoek dan hulp. Maar ik heb het over gewoon afhankelijk zijn van de stof, maar niet zwaar verslaafd. En ook niet overdreven veel drinken. Zoals ik zeg, niet 1 fles per dag, want dat is wel heel problematisch. Maar 1 of 2 glazen. Dan raad ik je echt aan om 21 dagen even te stoppen en te zien wat dat geeft. Het derde wat ik nu niet meer doe, heeft ook met andere mensen te maken. En dat is stoppen met mezelf te vergelijken met een andere persoon. Ja, ikzelf zit op social media en ik bedoel, iedereen zit op social media, maar ik ben een social media creator, dus je moet ook echt altijd mee zijn met de nieuwe trends. And I really like that. Maar ik keek altijd op, en opkijken mag, maar ik vergeleek mezelf altijd met mensen die meer volgers hadden, die meer geld hadden, die meer succes hadden dan mij. En het mag je motiveren, als dat je motiveert, dan absoluut. Maar vanaf dat je merkt dat je jezelf minder waardig gaat voelen daardoor, dan moet je echt stoppen met naar die mensen te kijken en ook even een downwards vergelijking te maken met de persoon die jij bijvoorbeeld 2 jaar geleden waart of die jij 5 jaar geleden waart of mijn persoon die nog maar net is gestart met iets waar jij al veel verder in bent. Om gewoon even het voorbeeld van mezelf te nemen. In plaats van dat ik mij vergelijk met mensen die veel meer hebben, kijk ik daar naar op en ben ik gewoon zo van oké, dat is mijn voorbeeld, dat is mijn inspiratie. Maar iedereen heeft zijn ander pad. Die mensen waar ik naar opkijk zijn ook meestal ouder dan mij. Dus het is ook eigenlijk ergens logisch. Maar iedereen heeft zijn eigen pad. En ik geloof ook echt dat je je pad niet kunt versnellen. Want er zijn bepaalde dingen die je eerst moet leren, die je eerst moet ervaren, vooraleer je kunt geraken waar je wilt geraken. En die mensen hebben dat misschien al geleerd en zijn daarom verder. Maar het wil niet zeggen dat zij verder zijn, dat ik minder waard ben. Ik zit gewoon op een andere tijdlijn. Wat ik dus wel bijvoorbeeld meer doe, is mezelf vergelijken met de persoon die ik 5 jaar geleden was. Als ik kijk naar de Ellen 5 jaar geleden, die zat nog op school en die wou heel graag psycholoog worden in een 9-to-5, omdat dat moest. En die droomde van 10.000 volgers op social media te hebben. Maar ze was heel onzeker ook. En als ik nu kijk naar die persoon en naar wie ik nu ben, dan ben ik gewoon super dankbaar waar ik sta en super tevreden ook met wie ik ben. En wat ook bijvoorbeeld helpt, en dat is zeker niet negatief bedoeld, maar is kijken naar mensen die, zoals ik zei, ook hetgene willen doen wat jij doet, maar waar jij al een beetje verder in staat. En daar bedoel ik niet mee, please versta mij niet verkeerd, daarop neerkijken, helemaal niet. Maar gewoon vergelijken en kijken van, kijk, ik heb dit al allemaal. En andere mensen zijn daar nog voor aan het werken, dus ik ben daar heel dankbaar voor. En dat wil niet zeggen dat jij je beter voelt dan die andere, want die andere heeft ook weer al opnieuw haar of zijn eigen tijdlijn die hij moet volgen. Maar het helpt u wel om even om uw eigen waarde even terug beter te voelen als jij weer in zo'n downward spiral wordt aan het gaan met u te vergelijken met mensen die meer succes hebben dan u. Bijvoorbeeld als jij in een bedrijf een manager bent, je hebt daar keihard voor geknokt, maar dan ineens zit je keihard onder de stress en denk je van, het is ook nooit goed. Let me tell you, het gaat ook nooit goed zijn. Het leven is nooit perfect, er gaat altijd iets zijn.
Maar als je dan even kijkt naar bijvoorbeeld de stagiair die nog maar net is begonnen en die helemaal overwhelmed is en heel onzeker en is van oh my god. Ten eerste geef die stagiair al je liefde en alles. Maar vergelijk je dan ook even met die stagiair. Want jij werd die stagiair 6 jaar geleden bijvoorbeeld. En ga even kijken van wauw, kijk eigenlijk waar ik ben gekomen. En die stagiair is niet een andere persoon die nog niets bereikt heeft. Maar dat is eigenlijk gewoon de vorige versie van jezelf. Waarmee je geconfronteerd wordt. En waarbij er getoond wordt van kijk hoeveel je nu hebt. En kijk hoe hard andere mensen daar nog voor moeten werken. Dat is een beetje wat ik bedoel. Ik hoop dat ik genoeg heb genuanceerd. Want ik wil echt niet overkomen als kijk neer op anderen. Dat bedoel ik dus totaal niet. Wat ik ook heb gestopt met doen is zelfmedelijden hebben. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen heel snel in dat zelfmedelijden gaan. En dat is ook een hele moeilijke, want ja, je moet 100% zelfliefde hebben, absoluut. En je mag zeker medelijden hebben met jezelf. Als je iets erg hebt meegemaakt, dan mag jij ook effectief dat erkennen en jezelf liefde geven en ook inderdaad medelijden hebben met jezelf. Want dat is, dingen die je meemaakt zijn ook erg. En je mocht dat niet zomaar weg onder de mat schuiven en zo zijn van oké, maar laten we het negeren. Nee. Eerst en vooral heb zelf medelijden. Dat is iets heel mooi, want dat is een teken van zelfliefde. En vaak, jammer genoeg, ontbreekt medelijden in onze maatschappij. Want we leven, zoals ik in mijn eerste aflevering ook al heb gezegd, in een hele individualistische, zelfs egoïstische samenleving, waarbij de hele wereld alleen maar om mensen zichzelf gaan. En vaak is er gewoon heel weinig empathie. Dus geef je alsjeblieft de liefde die je zelf nodig hebt en het medelijden die je zelf nodig hebt voor de dingen die je hebt meegemaakt. Maar wat ik hiermee bedoel is, blijf er niet in hangen. Bepaalde dingen die je hebt meegemaakt in je leven bepalen niet hoe je toekomst eruit ziet en wie jij bent. En dat is heel belangrijk om te onthouden. Ja, ik ben mijn mama verloren. Ja, dat heeft me heel veel pijn gedaan. En ja, ik heb mezelf ook medelijden gegeven en je zegt van dit is heel heftig en je hebt tijd nodig om te healen. En het is ook niet eerlijk en al die dingen. Je mocht dat zeker voelen. Maar na een bepaalde tijd, het is nu ongeveer bijna 7 maanden geleden. Ik zeg niet dat ik erover ben. Maar na een bepaalde tijd mocht jij dat niet meer je leven laten beïnvloeden. Ik ken heel veel mensen die iets doen, iets slecht doen. Tegenover een ander bijvoorbeeld. En nadien met het excuus afkomen, ja, maar 10 jaar geleden heb ik dat meegemaakt. Dus dat is waarom ik nu zo ben. Nee, dat is niet waarom jij nu zo bent. Dat is omdat jij die gebeurtenis laat bepalen wie jij nu in de toekomst bent. Dus je mag zelf medelijden hebben, maar niet 10 jaar lang, niet 20 jaar lang, zelfs niet 2 jaar lang. Dat is gebeurd en dat is erg. Maar zolang je blijft medelijden hebben met jezelf, en och, mama, ik heb dit meegemaakt en mijn leven is erg en dat is oneerlijk en andere mensen hebben een beter leven. En je haalt jezelf veel te naar beneden. En daardoor gaat je het niet opnieuw een gelukkig leven kunnen hebben, want je blijft in het verleden hangen. Je blijft opnieuw die negatieve gebeurtenis beleven en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En je gaat opnieuw al die emoties heel de tijd beleven. En dus stoppen met jezelf medelijden te voelen over iets wat heel lang geleden is gebeurd, gaat ervoor zorgen dat je dus terug vrijheid hebt om opnieuw geluk te vinden en opnieuw geluk te maken. Want jij bent niet wat je hebt meegemaakt. Jij bent een volledige persoon en hetgene wat je hebt meegemaakt is een klein deeltje daarvan. Dat bent jij niet helemaal. Oké? Wat ik nog niet meer doe voor mijn mentale gezondheid is anderen hun trauma's een invloed te laten hebben op mij. En dat sluit een beetje aan bij het vorige. Bijvoorbeeld, heel concreet, ik krijg vaak haatreacties op mijn social media. En in het begin was ik daar heel van aangedaan. En nog steeds, dat is echt vervelend als je dat krijgt, sowieso. Maar als je dan beseft dat elke ongelukkige persoon die de nood heeft om haat te verspreiden, die de nood heeft om met negatieve emoties te reageren op iets, als je beseft dat dat eigenlijk voortkomt uit een trauma dat die persoon heeft meegemaakt, uit een hele, ja, het feit dat die gewoon heel ongelukkig is,
dan kun jij eigenlijk losmaken van die persoon. En dat is heel belangrijk. Je moet je losmaken van mensen die eigenlijk het vorige blijven doen, namelijk zelfmedelijden blijven hebben en blijven hangen in die dingen. Je moet je losmaken van zo'n mensen en je moet ervoor zorgen dat die hun ongelukkigheid niet wordt geprojecteerd op jezelf. Bescherm jezelf daartegen. Heel concreet ook, als je naar de supermarkt gaat en je hebt een kei onvriendelijke kassierster of zo, of in een restaurant of weet ik veel wat. Ik nam dat dan altijd heel persoonlijk. Ik dacht altijd, ja, er is iets mis met mij of ik heb iets verkeerd gedaan. Als je vanaf dat je eigenlijk kunt zien dat dat iets is van de persoon zelf en dat dat is omdat die persoon ongelukkig is en struggelt met zichzelf of dingen heeft meegemaakt, dan neemt je dat niet meer persoonlijk en dan kun je dat ook heel veel sneller loslaten. Dus in plaats van te blijven hangen heel de dag van, amai, die was zo gemeen tegen mij en dat is echt niet oké. Kun je dat veel makkelijker loslaten, want je kunt gewoon zeggen, mij, die zal heel ongelukkig zijn dat die zo zich moet gedragen. En dat is erg voor haar. En je kunt, of hem, en je kunt die persoon ook een liefde toesturen. Niet letterlijk, daar gaat hij niks aan hebben, die wil helemaal geen liefde, want die is duidelijk heel ongelukkig. Maar je kunt die in je hoofd wel liefde geven. Ik hoop dat die persoon zich ook gelukkig kan voelen, zodat hij niet zo negatief moet reageren. Want eerlijk gezegd, ik weet niet of je dat zelf al hebt gedaan of meegemaakt. Bijvoorbeeld toen ik voor TUI werkte, dat was een heel stresserende job. Op den duur reageerde ik zelf soms heel negatief tegenover de klanten. Omdat klanten mij ook heel veel negatieve energie gaven. En op den duur zit je in zo'n negative downward spiral. En als er dan zelfs iemand naar mij kwam met een gewone vraag, dan werd ik al onmiddellijk getriggerd en boos, omdat ik dacht, gaan die nu weer zagen? En al die frustratie werd eigenlijk geuit op iemand die daar niks mee te maken had. En achteraf voelde ik mij daar heel schuldig over, want ik dacht, oh, nu ben ik zo gemeen geweest, dat ben ik ten eerste al niet. Dat is gewoon omdat ik onder zoveel stress zit en die persoon had daar helemaal niks mee te maken. En dus weet dat het ook de andere kant is. Als jij slecht wordt behandeld, die andere persoon doet dat ook niet graag. Dus er zal een reden voor zijn. En die zal zich heel ongelukkig voelen. Dus als je dan kunt zeggen van, oké, maar dit is niet persoonlijk, ik laat mij daar niet door beïnvloed worden, dan voelt jij je veel gelukkiger en gaat jij je beschermen tegen hun negativiteit. Like, zij moeten aan zichzelf werken en aan hun geluk. En dus laat het alsjeblieft niet tot u komen. Voilà, dit zijn 5 dingen dat ik nu niet meer probeer te doen. Ik zeg niet dat ik het allemaal perfect doe, maar ik probeer het toch veel minder te doen. En ik merk gewoon dat dit heel erg helpt met mijn mentale gezondheid. Ik zou zeggen, vergeet zeker niet mij te subscriben op mijn YouTube-kanaal, waar ik altijd video's post van mijn podcast en ook vlogs van mijn reis hier. En op Spotify, als je even geen tijd hebt om een video te bekijken en je wilt gewoon even luisteren naar deze podcast, vergeet dan zeker mij niet te volgen of op Apple Podcast. Volgende week ga ik het hebben over dingen die ik nu wel meer doe om mijn mentale gezondheid te verbeteren. En moest je mijn vorige aflevering nog niet hebben gezien, daar vertel ik je hoe het proces is gegaan, hoe ik naar hier ben gekomen en mijn hele verhuis. Dus vergeet die ook zeker niet te kijken. Dankjewel om te kijken en dan zie ik of luistert je volgende week terug naar een nieuwe aflevering. Doei!